What up, kijkers van Gonzi Games? Welkom bij een nieuwe survivalreeks samen met Rico en samen met Jerry. En we gaan. Ik heb zoals jullie gezegd hadden, we over 2 afleveringen gaan we iemand inviten. Maar ja, we hebben het al vervroegd. Want we willen wat sneller wat resources en dat soort dingen krijgen. Dus we hebben een nieuwe persoon in de vorm van Joey. Hoe ben je? Dus Joey, stel jezelf eens voor. Nou, dat kon het wel niet misdoen, hè? Nou ja, het is altijd alleen makkelijk, hè? Promoot je kanaal even bijvoorbeeld of zo. Dan gaat het natuurlijk goed. Kanaal, ja. Ik heb zelf ook een kanaal, anders begin ik er niet over. Dutch Over Games, abonneer ook even. En Rico, abonneer ook op Rico, omdat het kan. Ja, zijn kanalen komen sowieso onder in de comments staan, dus dat komt allemaal wel goed. Maar we gaan even nog wat resources, want... Voet, dat ruimt hem goed. Ja, ik ga even voet en zo, ga ik even wat meer voet voor regelen deze aflevering. Anders blijf ik elke dag mijnen, maar dat is ook niet goed. Ja, voet, goed, dat ruimt. Dus, even kijken. Goed, we gaan hier boven een farmtje. Het is weer tijd voor broodjes. Het is tijd. Oh my god. Broodjes. Wil jij misschien ook een broodje poep? Wauw. Een broodje kak. Jerry's avonturen. Broodje poep. Oké, hier is dus een creeper ontploft. Rico. Iemand heeft alles niet gerepareerd. Godverdomme. Oh, je bedoelt bij die farm? Ja. Oh, sorry. Oh, shit. We hebben aan jou ook niks, Jerry. Je vernielt alles, of je gaat dood, of je hebt je spul nodig. Ik zorg voor de sfeer in het spel. Ik zorg voor de sfeer. Ach, ik ben binnenkort dood, want ik heb nog maar 1.5. Oh, weet je wat? Ik fuck die hoge berg voor mij. Ik ga denk ik daar bouwen. 1.5 bar. Dus nu ben ik bijna dood. Ik denk dat het gewoon verstandig is, ja, dat we gewoon beginnen straks met verhuizen. Want we hebben gewoon eten tekort. Niet doodgaan, Joey. Want als je niet doodgaat, dan hoor je bij de elite groep zijn. Oh. We hebben helemaal geen eten tekort. Ik heb helemaal. Waar kwamen al die hits vandaan? Ineens. Oh, mijn lekkers zijn er ook over ineens. Hey, ik zit weer bovenop de berg. Het gaat nu een stuk sneller, nu ik een beetje weet waar ik heen moet lopen. Bovenop de berg, de stad in de regio. Hey, ik wil niet van zeggen hoor, maar ik zit op het hoogste berg van het spel volgens mij. Ja. Nou, het is gewoon zo. Ik zit op de hoogste berg. Je wil het toppunt zijn, dus ja. En het lukt me ook aardig. Het is alleen wat lastige survival hierboven. Maar ja, goed. Het is ook echt voor die echte diehards, weet je wel. Voor die mensen die echt, moeten strijden voor hun dingetje. Terwijl jullie daar beneden in het dal een beetje lopen. Ter landtafanten. Lop ik hier kaarten surviven. Tegen de elementen. Tegen de honger. Dood aan het gaan. Hey, de bedoeling van surviven is dat je niet doodgaat, hè? Dat weet je. Ja, dan mag ik nu nog een opschiet met eten zoeken. Ach, blij zijn dat het geen hardcore survival is, maar... Dan hadden we al lang geen Jerry meer. Nee. Maar dan hadden we waarschijnlijk ook wel wat voorzichtiger aan gedaan. Oh ja. Denk ik iedereen. Oh mijn god. Nou, ik kan nog steeds goed proberen deze bij. Ben je ziek ofzo? Want er komen allemaal groene bubbeltjes bij jou weg. Blub. Heb je AIDS? Like a goldfish. Hey. AIDS. Yo, ik heb een broodje. Ik ga wel even achter dieren. Joey, zullen wij anders even met z'n tweeën dieren gaan zoeken zo? Krijg je van mij een zwaardje. Oké, okay, dus dit is zo frustrerend. Wacht even hoor. Een paar seconden. Mijn broertje wil niet slapen. Oh, oké. Okay. Ja. Ah, mini zombie. Hey, geef je tip, whisky. Wel, werkt altijd. Vooral bij de jongere kinderen. Slapen ze zo snel mogelijk. Dat is inderdaad heel goed spul, whisky. En het wordt donker. Ja, ik zou kunnen zeggen van we gaan weer met z'n allen slapen, maar Joey heeft geen bed. Ik heb ook geen bed meer, want ik ben mijn huis kwijt. Oh nee, mijn infinite water source bevriest. Je even een haan. Ja, hij heeft je bonen op de berg natuurlijk. Nee, waarom heb ik het zo zwaar? Wat je nou doet. Laurens, heb jij een zwaard voor me? Ik heb een zwaard voor jou, ik zit boven. Kijk, hierboven, hier. Zie, alsjeblieft. Stop het spelen. Dan gaan wij rondkijken. Twee gaan we sneller. Heb je ook al het eten voor me nu? Of? Nee, ik heb geen eten. Daarom gaan we dieren zoeken. Gaan we dieren slachten en dat doen. En dan misschien een beter slachten. Plekje zoeken. Ritueel dieren. Het begint donker te worden, dus... Ja. Oh nee. Ben je vergiftigd? Ja. Ik ga langzaam dood. En ik overleef het gewoon. We gaan niet richting de sneeuw, denk ik, Joey. Want ja, daar zijn meestal geen dieren. Ja, en dat is mijn... Daar zijn meestal wel dieren. Ja, trouwens... Dan zijn ze bevroren. Nou, vooruit. We gaan richting...
Hmm. Oh, naar beneden springen. Ja. Of als we nou dingen tegenkomen in de jungle, heen, kunnen we wat... Oh, achter je. Maar ik heb toch anderhalf hartje. Soort. Ja, we gaan voor eten zorgen. Dit was je kinder! Wat even. Ja. Wow. Wat is wel... Nou, okay. Ik heb een 4 hartjes. Ja. Even kijken, we zijn nou in de snow biome. Ja, we moeten toe... ik heb de coördinaten heb ik opgeschreven, dus het scheelt weer, dus... Hey, van wie zijn jullie al wezen, slapen? Nee. Ik wel. Nee, ik heb ook... Joey heeft nog geen bed, dus... Oh, ik heb in ieder geval mijn home... Ik loop wel uit, gaan jullie slapen? Ik heb in ieder geval mijn home... Ik heb in ieder geval mijn home gezet. Moet je nu afslapen? Wauw. Wauw, opeens komt hij rennen binnen. Wacht even. Hé, man, dat is wauw. Ja, nou, Joey. Waar je aan gewend? Dan moeten we het weer zonder Joey doen. Ja, inderdaad. We need food. We need food. Ja. Hebben jullie al geslapen? Nee, want niet iedereen heeft een bed namelijk. En ik ben ook bij mijn dingers weg, dus we lopen gewoon in het donker. Maakt niet zoveel uit. Schaap! Ja, ga dan naar je bed toe, want ik heb wel een bed nu. Ja, maar Rico niet. En ik ga niet helemaal terug, dus heb ik geen zin in. We doen het de volgende keer wel. Rico. Okay. Ik ja. Echt een kliko. Even kijken hoor. Hey, ik heb een mooi dat is echt groep 1 grapje daar, hier jongen. Schaapje. Die is nou dood. Ik heb nou, dat maakt niet uit. Morgen op het menu, shawarma. 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 Dragoniaanse shawarma. Wacht, ik moet even vaak ver. Nou weet je, ik blijf gewoon zitten. Kunnen we dat wel krijgen? Ik ben de kliko. Ja, we moeten een plains vinden, want daar zijn de meeste dieren meestal. Dus, Hey, in de snowbiome zit het. Ja, maar dat waren niet. Oké, ik zie daar creepers, ik zie daar 2 zombies en ze komen allemaal op mij af. Nou, ik ben een beetje... Bad luck, Laurens. En ik zie daar licht uit de grot komen. En ik ben dood. God! En ik heb je spullen waarschijnlijk. Rage. Oh, serieus, dan loop je... Oké, okay, loop vast. Loop je gewoon... Ik ben ook dood, wacht even. Nu hoort niemand meer bij de elite. Behalve. Echt wel. Behalve jij dan. Oké, okay, heel goed. Opzichtig persoon. Als je het maar weet. Als je het maar weet. Opzichtig. Ik zet aan. Nee, voorzicht. Nee, gewoon niet risico durven te nemen voor zijn voedsel. Nee? Nee, weet je hoe dat komt? Ik heb nog voedsel. Ik ook nu hoor. Ja, ik doe het best goed op mijn berg. Ik ben blij, joh. Ik ben blij. En ik ben alleen nu helemaal naar beneden aan het minen, naar de island toe. Dat duurt alleen nog even, denk ik. Zit zo, ik ga kijken of ik mijn, in ieder geval mijn stuff weer terug kan krijgen. Of wat ik omzien op de mobs. Maar we gaan gezellig verder. Hè? Maar ik heb nou even weer vol foodbar, dus dat scheelt weer. Dat klonk heel dreigend wat je daarnet zei. Wat? Hè? We gaan gewoon verder, hè? Hè? Ik voel me bedreigd. Welke level zit ik? Ik zit op 14 vandaar. Oh, ik zit op 0. Oh, ik ben al heel ver aan het minen en ik zit nu op 192. Nou, Rico? Ja? Je bent al een heel keer dood gegaan. Mm-hmm. Ik ben wel dood gegaan aan het begin toen ik jou van die berg afvloeg. Ja, maar dat was niet echt eerlijk, hè? Nou, gewoon wel. Het hoort helemaal allemaal erbij, dus eigenlijk heb je gewoon helemaal geen elite dingen. Maar Joey, had jij mijn spul opgepakt of niet? Ik ben zelf ook dood gegaan. Het anderhalf hartje door zo'n creeper die explodeerde achter me. Ja, ik had hetzelfde. Nou, zie creeper. Echt zo grappig. En nou ben ik mijn stuff aan het zoeken. Ja, daar kom ik toch nooit meer bij. Ik zie mijn stuff. Kan je van mij even meenemen, want het is dicht bij jou volgens mij. Geen idee. Wil ik aan je einde? Hey, ik ben wat resent aanpakken. Gaan we niet aanvallen ofzo? Ja, ik heb 1 rood zand. Ik heb mijn stuff weer terug, dus I'm happy. En daar ben jij dus aan. I'm happy. Ik heb dit met een overvloed aan cobblestone. Ja, dat is mooi. Ik heb al bijna een inventory vol, alleen door naar beneden te minen. Want ik zit nu, ik ben al bijna bij de islandlaag. God, ik ben dood. Want ik ben nu op 173. Joey is de nieuwe Jerry.
Ja, is het dan allemaal tijd? Zou het iets met een J zijn? Gewoon wel. Kijk, het geeft niet met een G. De G hier in de cave, die is... Oh, ik heb sugar grains trouwens gevonden. De G van grappen. Die had ik ook. De G van gruwelijk plek. Maar ik zie hier een grot en die is verlicht. En de G van grot? Ja. Wow, dat ding is diep. Oké, okay, ik ben de nieuwe leer hier waarschijnlijk, maar ik ren nu voor mijn leven. En ik word achterna gezeten weer door een creeper. Nou, ik word 5 dus listig. Laurens likes creepers. Nou, maar heb ik iets met creepers ofzo? Creepers likes Laurens. Ga weg, ga weg. Goed zo, ontploffen in het water. Daar heb ik echt last van. Mooi. De zoektocht naar eten gaat voort. Hey, weet je, misschien was het toch niet zo slim als we kijken naar het feit dat ik ook nog wil minen natuurlijk. Dat ik op die hoge berg maar ga zitten. Nee, maar ja. Want ik ben nu al bijna op de helft. Want ik zit nu op 155, terwijl ik net van 250 kwam. Weet je, welke locatie is jouw coördinaat in het dorp? Want mijn coördinaat? Ik loop hier in de mesa, maar... Oké, okay, de coördinaat is min 273, min 255. Die van mij is min 668, zo? I... Oh, Joey is weer dood. Echt, dan kan ik weer sprinten, want ik word echt zat en dan moet ik sprinten. Ik heb je dan min 200? X is min 668. Oh, maar ik heb het al gevonden, het is aan de overkant van de berg. Oh, je wilde niet die van mij weten. What the fuck? Ach, dit is een huis in de muur. Oké, dan moet ik helemaal naar boven lopen, maar dat maakt niet uit. Het is ook niet echt of zo, maar 100 blokken die ik omhoog moet lopen op een of andere klote trap. Als ik zodra een mineshaft heb gevonden, gelijk ga ik een spoorlijn aanleggen hier zo. Ik heb een mineshaft gevonden. Mag ik loop spoorlijn? Er nu doorheen zelfs. Mag ik een spoorlijn? Ja, ik weet niet waar jullie zitten, dus dat is pech. Je kan wel even naar mij toe komen, het is niet zo ver lopen. Nee, ik zit in met halverwege de berg namelijk. Wel ergens weliswaar. Maar ik woon niet meer bij Gons en Joey, hè? Nee, ik ook niet. Nee, ik woon niet. Jongen, je hebt jezelf gaan wonen. Serieus, ver weg van hun. Zo ver mogelijk, zeg maar. Ja, ik woon heel hoog, bij vergeleken hun. Ja, ik lag en ik ga doodschijnen, denk ik. Nee. Met Minecraft liep een beetje vast en toen liep er een creeper op, maar ja. En hoe heb ik honderd. Creepers. Lau likes creepers. Nee, ik zie wel een varkentje, is dat schuldig? Ik zie het is alweer dag. Nee. Het begint dag. Het wordt dag. Goed genoeg. Ja, dat heeft. Het kan wel dag zijn, maar dan kunnen er nog creepers lopen. Ja, nee. Ja. Hallo, varkentjes. Kom hier van. Nee, die. Nee! Dat is natuurlijk zo'n klote. God, dat weer een creeper. Nou, bevriest elke keer dat water. Ja, hoor. Zullen wij even terugnemen wat wij net gezegd hebben, Lau? Iedereen op Rico. Ja, iedereen op Rico. Kill hem even. PvP staat te gaan. Ja, kom maar op. Dan mag ik weer helemaal heen lopen. Nou! Ja, PvP staan. Dan maak je ook weer een enchantment table. Met één diamond, toch? Nee. Ga ik jou niet vertellen. Met twee diamonds. Oh ja, twee diamonds. Ja, één twee in het midden een boek obsidian. En dan onder obsidian. Ja, oké. Okay. En Rico mag bij je logeren. Het is hier eng bij je. Ik heb geen huis. Je bent niet eens bij mij. Ik ben ergens anders. Snap je me nog steeds niet? Ik ben ergens anders! Nou, het gaat lekker in ieder geval. Ik ben zoektocht een paar keer dood gegaan. Nou nog eens op zoek naar mijn spulletjes. Weer. Alweer. En ik weet niet bekijk het positief, Lau. Er is altijd iets negatiefs. Schijnt de zon, denk ik. Gonzalo, als je je down voelt, denk dan aan de T-Rex die zijn bed moet opmaken. Kan niet. Oh, what the fuck? Hoe dat? Ja, dat kan niet, want hij heeft kleine armpjes. Nou, Ben. Maar ik heb ook kleine armpjes. Rico? Ja? Wie las jou vroeger voor? Niemand. Wel. Daar. Jij bent nooit voorgelezen. arme Rico. Ik ga ook op mezelf wonen. Ik ga een doodsprong nemen, maar ik ga het erop wagen. Wow, dat is een beste sprong trouwens. Een beste sprong, jongen. En ik ben best diep gegaan, hey. Ik weet niet waar ik ben, maar het zou wel goed zijn. Eeuw, vies. Had ik eindelijk eten gevonden en dan ga ik dood.
Laurens leeft niet meer. Nee, nou is hij op zoek naar mijn spullen. Die ga je niet meer vinden. Nee, denk je? Nee, ik heb het ook niet meer teruggevonden nadat ik dood ben gegaan. Hey, ik heb hier een lava waterval gevonden. Wauw. Hoe dan? Je zegt lava waterval. Een lava waterval. Er klopt geen donder van, dan noem je het een lavaval. Nee, maar het gaat van lava, gaat in het water. Nee, maar dan noem je het alsnog geen lava waterval. Dat is een lavaval. Dan noem je het een water lavaval. Want de lava valt in het water. Nee. Schappies. Hashtag leren met Jerry. Nou, inderdaad. Ik denk dat ik mijn stuf inderdaad niet meer terug ga vinden. Ach ja, wat doen we eraan? Helemaal niks. Jerry, ik ben helemaal blij. Ik ben helemaal opgeklaard gelijk. Dat jullie ook tegenslag hebben opeens. Ja, we zijn vervloekt door Jerry. Burn in it! Het Jerry Burn! Had ik toch mijn bescherming moeten halen. Bij de gamma. Je had er gewoon bij mij moeten blijven, dan was er niks aan de hand. Maar bij jou moet je blij worden, zeg. Bij jou hebben we helemaal niks. Nee? We zien jou nooit. Ja, weet je wat ik in ieder geval zeg? Ik zeg tot de volgende keer. Beste kijkers, het was weer een interessante, heel veel doodgaande aflevering. En jongetjes, zal de volgende keer wel goed komen. Vergeet niet te abonneren op de kanalen wat hieronder staat. Vergeet niet te abonneren op Conti Games natuurlijk. Lau. Vergeet niet te liken. En dan zeg ik mensen tot de volgende keer. Lau. Later. Lau.